maar eens afgelopen zijn met die prijs. Altijd maar weer die prijs. Alsof het de prijs is die je verkoopt. Weg ermee. Het is niets meer dan een vervelende hindernis die jouw klant moet nemen om jouw waarde te betalen. Prijs is wat je betaalt en waarde is wat je krijgt. En daar gaat het om. De waarde. Natuurlijk ga ik korter de bocht, maar het is terecht. Kijk maar eens om je heen. Steeds meer bedrijven raken in een negatieve prijsspiraal. En weet je waarom? Omdat prijs nog het enige is wat voor hen telt. Door toenemende concurrentie en professionalisering van de inkoop lijkt de prijs het belangrijkste criterium geworden in de beslissing van klanten en opdrachtgevers. Het gevolg? De orderwaarde krimpt en de marge verdampt. Schrijf het met dikke, vette letters op je bureau. Mijn klant koopt zoals ik verkoop. Als jij blijft benadrukken dat je onderscheidend vermogen in de prijs ligt, heeft je klant geen andere mogelijkheid dan jou op dat argument te beoordelen. Tja, zo simpel is het. Gelukkig is er een vluchtroute uit deze neerwaartse spiraal. Hoe kom je weer terug op consistente groei en dito marges? Het geheim zit hem, jawel, in de waarde die jij biedt. Een simpele verkoopformule. Het verschil tussen de waarde wat iets oplevert en de investering die je erin moet doen, is het rendement op die investering. Oftewel, waarde minus investering is rendement. Ik illustreer het met een eenvoudig voorbeeld. Ben is technisch adviseur bij een internationaal adviesbureau dat zijn uurtarieven in het moeras ziet wegzakken vanwege toenemende prijsconcurrentie. Ben belt daarom met een directeur van een fabriek om de hoek en vertelt dat hij hem kan helpen drastisch te besparen op de energierekening. En dat kan Ben. De besparing 30% op een jaarnota van 5 miljoen euro. Dat is 1,5 miljoen euro per jaar kassa ping ping in de broekzak. De investering in het advies en installatie 1,5 miljoen euro. De terugverdientijd 1 jaar. De fabriek gaat over een periode van 10 jaar 13,5 miljoen euro verdienen. 13,5 miljoen. Die adviesopdracht van 550 uur à 175 euro, dat was maar een schijntje. Want wat is nou een investering van 100.000 euro als die een rendement oplevert van 800%? Weg met die prijs. Wat ga jij doen om waarde voor je klanten te creëren?